Het EK korfbal vindt vanaf zaterdag op de Sportboulevard plaats. De 5 Dordtse korfbalverenigingen participeren graag in dit grote korfbal-event. We hebben samen met de andere Dordtse verenigingen hebben ons aangeboden om als twinningpartners te gaan optreden voor de landen die hier op de Sportboulevard het EK gaan spelen. En aangezien een lid van ons vroeg in het Engelse team heeft gespeeld, dachten wij van lijkt een Engeland een mooie combinatie voor ons. En dat gaat uitstekend. En wat gaan jullie dan zoal voor Engeland doen? Vrijdag komen ze aan met eigen vervoer en dan beginnen we hier met een lekker diner. En daarna gaan ze een oefenwedstrijd spelen tegen onze eerste. Zodat ze zich goed voor kunnen bereiden op de eerste wedstrijd op de zaterdag. Ja. De accommodaties van de sportverenigingen worden ook door hun land als trainingslocatie gebruikt. Korfbal is geen grote sport, maar in Dordt hoeft men met 5 verenigingen nog niet te klagen. Deze regio is volgens mij de grootste korfbaldichtheid van Nederland, of denk ik zelfs wel van de wereld. Waarbij er in Dordrecht zelfs 5 verenigingen zijn. En ook uit de regio doen er nog een aantal verenigingen mee, zoals HKC en Albatros. En bij het PKC wordt er ook getraind door een land. Het Nederlandse team is heer en meester in het internationale korfbal. Zij wonnen alle 5 de Europese titels tot nu toe. Maar dat betekent niet dat Sporting Delta automatisch voor Nederland juicht. Wij hopen natuurlijk dat Engeland Europees kampioen wordt, maar wij verwachten dat Nederland en België in de finale staan. Waarbij natuurlijk dan Nederland gaat winnen. Vrijdag wordt de ijshal omgebouwd tot korfbalarena. Zaterdag wordt daar dan om 2 uur de openingswedstrijd Rusland-Turkije gespeeld. Het EK korfbal duurt tot en met zondag 30 oktober.